Ja, dat is toch zo? Hoe... Oké, als Koen niet bij de bankzitters had gezeten... maar daadwerkelijk thuis op de bank had gezeten... dan had hij nooit op Jultje gelegen... en had hij er nooit in die enorme mond van Roxy mogen roeren. Ja, ze hebben wel grote mond. Verschrikkelijk, daar pak je wel drie in. Maar maakt niet zo uit, het gaat als volgt. Goed. En dan gaan we. En in drie. En we beginnen ook met muziek. Dat is vol het rapport. Nee, maar ik... In drie, twee, één, muziek. Winnie, Hanna. Ik was in mooi Hawaii. Kom op, Jan. Winnie. Van de zilveren baai. Doet u mee? Winnie. Wanna. Opeens kom jij voorbij. Winnie. Wanna. En lachte tegen mij. Komt ie, hè? Halloween. Wij dansten daar de tamboerin. Ja, prachtige Hawaïaanse muziek. wat was dit? Winnie. Ja. Winnie. Nou, ik heb een lijstje een tijdje geleden naar jou gemaild. 10 stappen om je beter te voelen. Ja. En stap 1 is, stop met die Nederlandse klotenmuziek. Ja, ik begrijp wel dat jij je ongelukkig voelt. Zeg, godverdomme. Winnie, wanna. Winnie. Ja, heel mooi lied over een romans in Hawaï. Hè. Een man gaat met zijn vrouw immigreren naar Hawaï. En die vrouw is Winnie. Oh, die heet Winnie. En uiteindelijk wordt ze daar verliefd op een Hawaïaanse man. Oh ja? Ja, en dat komt uit op een scheiding. Jezus. Ja. Oh, dat is toch best wel weer heftig. Gaat dit nummer over? Ik kan wel wat verhaal vertellen over dit nummer. Nee, Vijf weken geleden vertelde ik je idee. Daar kom ik in tranen, bijna in tranen, dat ik met dat meisje door een bos liep en die had mij gedumpt. Maar... Die is teruggekomen, mee. Ja, al enkele weken. Maar ja, het is net een zwangerschap, maak het niet te vroeg bekend, maar voordat je het weet, miskraam. Maar goed, we zitten nu in de veilige zone en ze is teruggekomen met mij. En dit is ons liefdesliedje. Ja. Dus dat meisje wat jou niet zag zitten, mede door dit programma, want ze vind je een smakeloze hufter, want een meisje is van niveau. Ze zit in de GroenLinks-hoek. GroenLinks en van niveau. Ja. Ja, ze zit een beetje in de... Zij studeert op de Unie. Ja, op de Unie. Dus extreem links, antisemitisch een beetje. En die vindt jou natuurlijk verschrikkelijk. Maar je hebt haar terug weten te winnen met een liedje Winnie over een gebroken huwelijk op Hawaï. Schiet mij maar lek. Ah ja, goed. En dan denken ze, waarom beginnen jullie nou met muziek? Nou, is een groot rapport naar buiten gekomen. Ja, we zijn natuurlijk ermee bezig. Hoe kunnen wij ons programma weer op een beter niveau krijgen? Ja. En groeien, sterk worden. Ja, het begon met het idee dat jij jezelf een kant maakte. Ja. Maar ja, dat zet je niet echt lekker door. Ja. Dus we moeten het met z'n tweeën blijven doen. Ja. Hey, dus zijn naar een groot productiehuis gestapt. En die heeft dat uit vriendschappelijke daad inderdaad voor mij gedaan. Jij. Mits, wij die bedrijf niet noemen. En wij zullen het bedrijf ook niet noemen, want ik weet niet hoe het bedrijf heet. Want ik heb namelijk geen opdracht gegeven tot een analyse van Roddelpraat. Dat heb jij gedaan. Een groot rapport. Een groot rapport met 3 conclusies. En de eerste conclusie is wel, het shot is iets veranderd. Hij moest wat lager, wat closer en wij moesten iets dichter bij elkaar zitten. Nou, kijk, dat is op dit moment gaande. En dan kwam er natuurlijk een conclusie over mij en over jou. En naar mij, dat was toch wel... Ja, het enthousiasme moest terug, vrolijkheid moest terug. Nou ja, goed, dat ligt aan mijn stemmingen. Wacht even. Jij laat een rapport uitvoeren tegen mijn... Nou, niet tegen mijn wil, want ik weet het niet eens. En dan één van de 3 eindconclusies, die gooi je weg... omdat, ik heb nou eenmaal buien. En daarom drink ik in ieder geval weer tijdens de uitzendingen. Ja, jij bent weer... Jij verbaast jou dat ik inschrok. Daarom drink ik weer thuis de uitzending. Zodat ik in ieder geval mijn enthousiasme kan vasthouden in de uitzending. Ja. En dan thuis maar gewoon mijn ding doen. Ja. En dan kwam natuurlijk ook een vernietigende conclusie over Jan Roos. En die conclusie was... De eerste 1,5 jaar dat Roddelpraat werd gemaakt, zag u Jan Roos. Maar de laatste tijd ziet u een typetje. Ja, dat kwam uit het rapport. Jan Roos moet hier weer gaan zitten als Jan Roos. En niet als typetje wie hij denkt dat bij het programma past. Ja, ik weet niet wat ik hiervan moet zeggen. Zeg je dit als Jan Roos of als typetje? Nou, dit was echt als Jan Roos. En wat zou typetje hebben gezegd dan? Ja. Ja, ik ben geen typetje. Ik vind het vervelend. Ik vind het een vervelend rapport. En dan
hebben we, denk ik, de grootste scoop van de show. Hatsiki flatsi, hupsiki babsi. Want dames en heren, jongens en meisjes, wij hebben niet zomaar een redactie. Wij hebben een fantastisch, goed georganiseerd onderzoeksredactie. Ja, en die komt nu met een geweldige scoop. Ja, dit is niet klein, dit is heel groot. De reden dat ik dit programma maak, is, ja, laten we wel wezen, om de scoops. Hm. Ja, tenminste, de eerste anderhalf jaar dat ik ook mezelf kon zijn. Daarna werden de scoops gewoon kloten. Ja. Goed, kondigen we aan. Ja, dit is gewoon een klote scoop. Dit is echt een grote scoop. Nou, dan komt die grote scoop. Ja, ben je klaar voor? Ja, komt-ie. Als mezelf of als typetje? Nee, ja, wat je wil. Ja, en dan hebben we een enorme scoop over Koen van de Bankzitters en Roxy Dekker. Hoppie, flappie, flappie, vlee. En dan vraag je misschien af, wie is Roxy Dekker? Wie is Roxy Dekker? Weet je echt niet wie Roxy Dekker is? Nee, nog nooit van gehoord. Kijk, dit is haar hit. Ik wil nog nou niet slapen, nee. Nog nooit gehoord. Ik doe een drankje ergens op het plein. Straks nog naar een feestje met Fleur en Willemijn. Maar iets dat houdt me tegen, niemand mag het weten. Ik moet toch ergens zijn, hoe Houdini, ik verdwijn. Poef. Klokslag, middernacht, prinsengracht, taxi door de binnenstad. Ja, absoluut een grote hit. Maar wat is hier nou leuk aan? Dat is een verschrikkelijk slechte tekst. Ja, ja, absoluut het nummer 1 is. Je bent mijn satisfier. Ja, 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 ja. Dit is Roxy Dekker is een bokgeil wijf. Ja, 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 ja. En die ziet een man als haar satisfier. En de satisfier is die, kleine zuignapjes. Die kleine die op het deurbelletje van de vrouw. Je begrijpt het volledig. Ik kan daar wel iets over vertellen. Ja. Dat schijnt dus echt serieus heel goed te werken bij de dames, hè? Ja, dat is oud nieuws. Maar fijn dat je nog even bracht. Ja. Gierend komen ze klaar. Heerlijk. Gierend komen ze klaar. Jouw vriendin ook? Ja. Dochtertje. Nou, dat lijkt me nog niet. Dat mag er hopen van niet. Ja, nou ja. Want Roxy Dekker heeft deze week ook een... Ja, het is weer goed. Een Edison gewonnen. Ik snap... Voor dit nummer? Dat een man met jouw postuur grijpt naar de chippies. Maar dat doen we hier niet. Zij heeft een Edison gewonnen voor het grootste talent. Dat vetshamen, ik zou je nu wat vertellen. Hmm. Dat vetshamen, dat gaat jou een keer opbreken. Ja, goed zo. Nee, omdat, zeg maar, weet je... nu is het allemaal over people of color en dat soort types. En LGBTQ plus gemeenschap. Maar op een dag staan wij fatties, vooraan in de rij... om te klagen over discriminatie. Ja? Ja. Heb je er staan nou ook hele pleinen mee vol? Nou, al snel. Ja? Maar welke kleurvlag staat daarbij? Je ziet nou vaak zo'n Palestijnse vlag. Ja, dus een ronde. Aan de onderkant bruin. Aan de bovenkant donkerbruin. En dan wit. En dan een ananasje erop. De mokkelvlag! Kunnen we trouwens samen met dikke people of color... kunnen we dan gaan demonstreren. Dat is echt... Dat was de echte. Ik vond het leuk, ja. Ja, okay. Maar wacht even. Dit meisje zingt... die hoort dat dit helemaal door een computer scherp gemaakt is. Dus dit is een slechte tekst. Ik vond het een slechte tekst. Hmm. En een meisje zingt en dat wordt helemaal zo'n audio computer heen getrokken. En dan klinkt het een beetje. Hmm. En dan win je in Nederland een Edison mee. Ja. Nou, als hoe treurig is het? Hoe treurig? Het is alleen maar om... Oh, een vrouw die het heeft over seks. Oh, nou, dan moeten we die een prijs geven. Het is zo... Dit land bestaat uit pygmeeën op plateauzolen. Ik zweer het je. Als je ook maar in een soort minderheidsgroepering past... hoef je godverdomme je eigen naam te kunnen spellen... Nee, of krijg je alweer een prijs. Ik moet wel eerlijk zijn, zij is wel echt een talent. Hoor. Wat voor talent? Ze heeft wel een hele grote muil trouwens. Jezus Christus, met een grote muil. Ze is een ontzettend knappe vrouw. Het ging natuurlijk over de grote scoop tussen Roxy Dekker... en Koen van de Bankzitters. Roxy Dekker was natuurlijk bij die Edisonprijs... en werd daar geïnterviewd door Shownieuws. Of haar liefdesleven. Een lover of ben je nog happy single? Ja, daar kan ik niks over kwijt. Oh. Dit soort vragen horen er nu ook bij, hè?
ik het. Nou ja, misschien ja, de volgende keer. Ja, wie weet. Zal het leuk zijn. Wat een leuke meid, hè? Prima leuke meid. Ja, ja, ja. Ja, nee, dat is gewoon een leuke, enthousiaste jonge meid. Ja, maar moet ik ervan zeggen? Als ik hier iets over gezegd heb, ben ik weer een oude viezerik. Ja. Dus ik doe het niet. Nee. Een leuke, enthousiaste meid. Ja. Ja. Maar ze kan niets kwijt over haar liefdesleven. Nee, maar jij wel? Ja. Vertel. En toen werd de interesse door de mensen nog meer gewekt door dit. Ja, en dan even een filtertje, een ander filtertje, dus. Ja. Wat is het? Zij loopt in de trui van Koen. Is dit serieus wat de onderzoeksredactie doet? Je ziet één trui en een andere trui en dan zeg je die hebben een relatie? Nee, nee. Wij zijn bericht door een vriendin van een vriendin van Roxy Dekker. Ja. Vriendin ja, van een vriendin. En die stuurde mij een bericht. Ik heb een grote scoop voor jullie. Roxy gaat met Koen. Ik heb gewoon die meid gesproken. Die zei uiteindelijk, ik wil anoniem blijven. Dus dat hou ik zo. Oké, vertel het. Nooit meer scoop. Hoe heet die? Nee, dat zeg ik niet. Ja, net als diegene van het rapport ook anoniem is zeker. Zij al een tijdje met elkaar zijn. Ze hebben samen ook ooit een keer een liedje gemaakt. Echt? Dus daar kennen ze elkaar waarschijnlijk van. Ik ga je wat vertellen. Ja. Hele goede scoop. Geweldig nieuws. Maar die Koen van de bankzitters, die jongen verdient wel een prijs. Niet omdat hij op de zorgboerderij een koe heeft gemolken. Maar dat is echt een hele lelijke vent. Wat is dat een lelijke vent? Ik denk dat hij 23 kilo weegt. Wat een geep is dat, joh. Dat is gewoon, als hij een vis was, had hij 1 graad. Ik zweer het je. Nee. Wat een ongelooflijk mager, lang, lelijk ding. Hij heeft wel uitstraling. Ja, hij heeft helemaal niks. Die vent is zo lelijk als de nacht. Hij is ook, laat ik zo zeggen, niet de leukste van de bankzitters. Wie is de leukste dan? Ja, ik ken ze niet. Je hebt geen flauw idee. Jawel, jawel. Mijn zoons kijken dat. Ja, ik kijk wel eens mee. Ja, ik vind die dikke drankorgel vind ik leuk. Dikke drankorgel, fantaseer jij jezelf erbij of zo? Er zit daar helemaal geen dikke drankorgel. Wel. Maar je weet niet wie het is. Van die bolle ogen. Die heeft zo'n bolle kop. Milo. Weet ik voor hoe die heet. Die vind ik leuk. Oké. Okay. Ha, Koen. Hè? Je was bij Koen. Ja. Enfin, die Koen. Dat is natuurlijk een pannenlat. Dat is een draadnagel. Die gozer die heeft een BMI van 0,15. Echt, dat is niks. Dat is helemaal niks. Maar vorige keer lag hij al op Jultje Tielemans. Ja. Nou, hoe jaloers was jij? En nu op Roxy Dekker. Nou, ik ken Roxy Dekker niet. Maar ik zie wel dat het een prachtwijf is. Dus die... En die neemt zelfs een Edison voor haar muzikale talent. Ja, dat heeft ze toch helemaal niet. Dat heb ik toch ook al gehoord dat ze dat niet heeft. Maar dat maakt niet zoveel uit. Ze is al snel beter dan Famke Louise. Daar is ze wel al beter in. Maar ja, wie niet met zingen. Maar het punt is als volgt. Koen, als je dit ziet. Jij verdient een prijs omdat jij hoop geeft. En het allerduurste product in de wereld is hoop verkopen. En jij doet dat, want jij laat zien dat ook lelijke mannen een lekker wijf kunnen krijgen. Hartstikke idee, hartstikke do. Love you, thank you en bedankt. Ja, dat is toch zo? Oké, als Koen niet bij de bankzitters had gezeten, maar daadwerkelijk thuis op de bank had gezeten, dan had hij nooit op Jultje gelegen en had hij er nooit in die enorme mond van Roxy mogen roeren. Ja, ze hebben wel grote mond. Verschrikkelijk, daar pas je wel 3 lullen in. Maar maakt niet even uit, het gaat als volgt. Het gaat er alleen maar om dat... Maar toch laat Koen zien dat je niet knap hoeft te zijn voor om een mooie meid te scoren. En dat laat jij toch ook zien, want laat eerlijk zijn, die meid die hier laatst was, die stagiaire, prachtmeid. Nou, moet eerlijk zijn. Ik vind jou niet een hele knappe man. Nee. Ik ben een haar iets aan laten groeien. Valt je dat op? Ja, leuk. Het staat wel heel leuk. Ja. Die dode marmot op je voorhoofd, die doet het hartstikke goed. Jezus Christus, man. Ja, ik heb wel een beetje dood haar, hè? Oh, een beetje dood haar. Je bent een soort Donald Trump aan het worden qua haar. Ik zweer het je. Nee. Make Trent great again. Ja. Yeah.
Flik het toch op, man. Nee, ik heb daar met kapper veel gesprekken. Je hebt veel gesprekken met je kapper. Misschien moet je vragen of je een keer wat doet. Ik zie dan even de oude hoeren daar. De wijvenkapsel van je. Jezus. Gen huisvrouw uit Nimmixwoud. Nee. Heeft u nog carbonaatjes in de aanbieding? Hou door alsjeblieft op, want je bent je doodskamer, man. Ik heb van Gerry een nieuwe conditioner van Keurne gekregen. En? Ja, dan komt er wat meer vocht in. Meer vocht erin? Ja. Nou, hartstikke goed. Het is nog steeds droog. Het is droog, joh. Het is een soort Sahara. Het is, ik bedoel, dan kan je een western in spelen in de haar van je. Oeh, oeh, oeh. Doe, doem, doem. Ik weet niet, van mij kan het zo af. Nou ja, je kan het zo afbreken, niet minder. Nee. Dorre boel, zeg. Verschrikkelijk. Ja, maar goed. Ik zeg niet dat ik een lekker bos jaar heb, hè, maar ik ben blij dat ik niet heel veel geld heb gestoken. En dat dit het resultaat is. Wil je ook zo'n volle koep? Kapsalon Gerry in Enschede. Mooi. Ja, Gerry heeft veel expertise. Gerry is ook goed met, hoe heet dat ook weer? Dat is zo'n dieren. Met? Dat is zo'n ding op je hoofd zetten. Met een ding op je hoofd zitten. Tenminste, van boven naar beneden. Van boven af een ding. Badmutsje. Nee. Oh jee, wat bedoel ik? Jij weet wat ik bedoel. Oh, zo'n grote geus. Zo'n kap. Zit je daarmee? Nee, zit je... Zit je met zo'n ding op je hoofd? Ja, nee. Nee, ja. Met zo'n arm. Zo. Zie je dan? Oh, wat ben je toch een verschrikkelijk wijfje, hoor. Ja, wat Gerry was dat dan? Met die speciale conditie. Ja, nou, ik zou je even vertellen. Ik denk dat Gerry geen prijs wint. Want dit is echt verschrikkelijk. Nee, hartstikke mooi. Nee, ik krijg ook wel complimenten erover. Hartstikke mooi. Maar het is gewoon geïmplanteerd haan. Dat is gewoon wat kwetsbaarder. En dat ligt ook Gerry. Ja, Gerry is ook al wat ouder, dus dat was ook niet. Nou. Maar het is toch heel... Kijk, vroeger had je dus kale mannen. En dan lieten ze dan groeien. En dan kamden ze dat zo over hun hoofd. Ja. Dat doe jij ook. Nee, ik heb geen... Wel, dit is helemaal om... Je hebt hier een inham. En die camoufleer je met die plak haar. Hier zit gewoon een soort fjord. Je voorhoofd is een soort Noorwegen. Ik denk dat ik hier met mijn vinger... denk dat een centimeter van 8 inken gaat dat ik geen haar voel. Ja, echt. Nou ja. Een soort beverdam zit hier. Nee. Verschrikkelijk. Nou ja. Nee, we laten het groeien. Aver, waar het over gaat is als volgt. Roxy Dekker. Koen, bedankt. Ja. Hij maakt het toch mogelijk dat ook lelijke dunne jongens kunnen dromen van een lekker wijf. Nou, dan moet ik wel zeggen, want ik sprak die vriendin van die vriendin. En dat komt dan af en toe samen, dat kletst met elkaar. En die zei wel van, ik zei, oh nou, maar Koen gaat dan zeg maar van die Yulji naar haar. Ik zeg, dat is wel van ja, zegt hij. Maar Roxy is wel erg verliefd op hem. Ach, ja. Nou, dat vind ik leuk. Echte liefde. Ik was vorig weekend bij Heracles Almere City. En toen zat ik naast een vader, een meisje en een broer. En op een gegeven moment toen... Ah, Jan, ik ben echt... Nee, maar het is goed smeren. Ik heb echt een leuk verhaal. Dus dat meisje uiteindelijk... zei dat meisje uiteindelijk zo naar de wedstrijd. Wie? Zei ze tegen mij. Heet jij Dennis Schout? Ben jij Dennis Schout? Ik zeg, ja, dat klopt. Ik zeg, jij mag anders. Daar dacht ik direct over na. Wel een foto met mij maken. Nee, dat hoeft niet, zegt ze. Ik drink er een beetje op aan. Ze nam een selfie. Nou, en... Je drinkde erop aan. Ja, ik dronk er een beetje op aan. Oh, dat. Dus een foto met haar. En toen heb ik na de tijd op Instagram gezet... Ja. Welke meid was met haar broer en haar vader. Dat zag ik. Herhaaklijk. Oh, toen dacht ik... Oh, hij heeft weer een van de gup van 18 naar zijn haken geslagen. Ja. En even met mij die foto genomen. Dus dat meisje berichtte mij met die foto. Echt? Ja. Afgesproken binnen een half uur seks. Jezus Christus. Ja, we beginnen met een punt in het album. Dat was minder, maar ja, na de tijd was voor mij wel 3 punten. Wat ik wel verkeerd had ingeschat, maar dat heeft ze opgelost. Zij gebruikte 0 anticonceptie. En je hebt dit helemaal volgebaggerd. Ja, dus de volgende dag stuurde ze mij een foto van die morning after pill. Maar ze zei, dat doet ze wel vaker. Er zijn echt vrouwen die gebruiken dat als anticonceptie. Morning after pills. Ja, dat is echt bijzonder slecht voor je. Ja. Jonge dames, als jullie denken van... ik neem de pil niet, want dat speelt met mijn hormoonhuishouding. Maar je neemt wel de morning after pill. Dat is zeg maar de atoombom van de hormoonvernietiger. Dus ik zou dat gewoon niet doen. Ja. Neem gewoon een pil. Dan kan Dennis gewoon lekker zijn dingetje doen. Ja. Die meid die ik nu heb is gewoon heel prettig. Welke meid die je nu hebt? Die gebruikt helemaal geen anticonceptie. En dan ga je voor het zingen de kerk uit. En daarna uiteindelijk doe je het einde in de mond of met een condoom. Laat die genieten zien van die voetbal. Je hoeft niet naakt, maar gewoon die foto dat je samen met haar op de tribune stond.
Sofie heet ze. Je zegt ook hoe ze heet. Dat is leuk. Dat vindt de vader leuk. Oh ja, je ziet niet zoveel. Alleen deze foto. Godsamme kraak. Als ik kan leren. Wat een verovering. Nou. 3 punten. Die stond zeker naast je te komen bij de paard. Jezus. Wat verdomme. Nou, het gaat bij jou ook. Ja, en dan nog even snel, vers van de pers, kwam net binnen, nog een scoopje. Nou, eens op. Ja, echt. En daar komt-ie, ben je klaar? Ja hoor. Enthousiast en helemaal als mezelf, niet als een typetje. Daar komt-ie hoor. 1, 2, 3, appatee. Klaar? Ja, daar gaat-ie. 1, 2, hop. Dit is onduidelijk een typetje. Ja, dat was een typetje. Ja. Is een scoop over Emma Wattenboer. Die is natuurlijk al heel lang zwanger en heeft nog niet bekendgemaakt. 2,5 jaar is al zwanger. Ja, hoe doe je heel lang zwanger? Ja, nou, bedoel, je kan toch niet heel lang zwanger zij zijn? Zij is over de 9 maanden. Oh, dan wordt het tijd voor een kindje. Het kindje is geboren. Zij heeft dat nog niet bekendgemaakt, maar wij via bekenden van de familie van haar wel. Ja, want wij gunnen iedereen zijn romantische, warme en intieme kraamtijd. Behalve Emma Wortelboer, de aandachtshoer. En Femke Louise. En Femke Louise dan. Die hebben ook de kraamtijd verpest. Ook de kraamtijd verpest. Maar dus ook van Emma Wortelboer, de aandachtshoer. Want er is dus een kind en we weten wat voor geslacht het heeft en hoe het heet. Dennis! Het is roze ballonnen. Een dochtertje. En het dochtertje heet Mia. Mama Mia, here I go again. Mama. Mooi. Dank je. En hierachter ziet u Mia. Ja. Mia, weet niet of hij op de vader lijkt. Want die vader die was net na de bevruchting mal gesmeerd. Ja. Want die was toen Emma al zo verschrikkelijk zat dat hij zei, zoek het maar uit met het kind erbij. Maar wat zeg jij? Mooi baby. Prachtig kind. Nee, ik heb het nog niet gezien. Hm. Heb jij een plaatje? Nee, maar laat nu toch een mogol zien. Wat is jouw idee? Jij zei voor de uitzending is leuk. Laat me een kindje met Down zien. Ja, maar helemaal in de naam en geslacht. Wat erg dit. Oh. Vind je dit nou oprecht zo leuk of is dit typetje? Nee, dat is geen typetje. Oh, wat erg. Hoi. Emma en vader. Of niet. Mr. X. Ja, is veel plezier met de kleine. Met Mia. Ja. Mia. Ja. Het lijkt net een kat. Mia. Ja, en dan wil ik graag een prangende oproep voor u doen. Prangende oproep. Ja, een uitzending met een enorm grote scoop. Ik denk dat de online Edison zien en de YouTube zien en misschien wel televisie zien is helemaal verslagen. Opgeschud. Keiharde nieuws over Roxy en Koen. Ja, opgeschud. Maar wij kunnen dit programma niet maken zonder jullie. Wij krijgen geen advertenties van YouTube. De adverteerders, wilt u adverteren, stuur een mailtje. Maar die zijn er ook niet meer. Ja, dat is wel terug. En daarom kunnen we alleen terugvallen op u. En die tijden waren ooit beter. Sterker nog, die zijn nu veel minder. We willen u vragen, geniet u nou van dit programma? En wilt u graag de extra's zien? Misschien kijkt u wel de extra, want er zijn in het crimineel circuit heb ik gehoord dat mensen naar elkaar doorsturen. Ja, dat moet maar eigenlijk wat niet is kunnen. Nou 5 euro in de maand? 5 euro in de maand is nog geen 2 biertjes in de kroeg. En u zorgt ervoor dat dit programma in de lucht kan blijven via roddelpraat.baby.org. Ik laat de rest van de bedelstaf aan Jan. 2 biertjes? Ik tegenwoordig betaal gewoon 4 euro voor een biertje. Nou, en Enschede is nog 3,50. Echt? Ja. Nou, dan toch iets positiefs te melden daar. Ave, 5 eurotjes per maand, dat is helemaal geen ene reet. Dat weet ik. Maar dan kunnen Dennis en ik dit programma maken. En dat blijven we ook zeker nog heel lang doen, hè maat? Ja, zeker weten. Hartstikke mooi. Doen we dan iets terug? Ja, een geste. Normaal zouden we natuurlijk alleen maar de hoogtepuntjes gebruiken van dit programma. Maar we maken ook een extra van alles wat we overhouden. Dat bundelen we en dan doen we hoepen de poepjes op een stoep
in je doosje op 6 uur op donderdag. Ja, een soort extra uitzending van de spullen die anders normaal worden weggegooid. Die krijgen als geste terug 5 uurtjes om dit prachtige programma te maken. Want daar zijn wij blij mee. En mensen die zijn weggelopen, kom terug, want we missen jullie. En mensen die doorsturen, hou er mee op. En zeg gewoon tegen je maat, ook 5 uurtjes doneren. Dan kunnen Jan en Dennis ermee door. Ja, 5 euro per maat is niet veel. Heb jij nou lol aan dit programma? Lijkt het mij dat waard om het in de lucht te houden? Nogmaals, normaal andere YouTubers krijgen advertenties. Wij krijgen die niet, want dit is maar een waardeloos programma van YouTube. Ja, en stout ook. En vervelend. En dan kunnen jullie wat doen. En niet inclusief. En dan gaan we door, want het is tijd voor de Ramadan. Eindelijk. Eindelijk. Ja, jullie vragen je misschien af, hoe komt het dat Roddelpraat aandacht besteedt aan de Ramadan? Of misschien vraag je af, hoe komt het dat Roddelpraat nog geen aandacht heeft besteed aan de Ramadan? Iedereen doet het. Want iedereen besteedt tijd aan de Ramadan. En wij ook. Ja, wij ook, want wij horen er ook bij. Hoe heet het ook weer fijne Ramadan? Daar plaatsen ze allemaal in het ja, raam. Als je een beetje een leuke BN'er bent. Ja. En je omarmt de religie van de vrede, naastenliefde en goedgezelligheid. Dan plaats je Eid Mubarak. Eid Mubarak. Eid Mubarak. En wij willen ook aan al onze islamitische kijkers zeggen, Een gezegende Ramadan. Eid Mubarak. Wat is er voor OJ? OJ komt er niet uit de islamitische achtergrond. Nee, maar jullie zeggen heel dat fijn suikerfeest. Eid Mubarak, dat is fijn suikerfeest. Ja? Ramadan Mubarak, dat is gezegend Ramadan. Ramadan Mubarak. Dat suikerfeest is pas aan het einde. Ja. Dus tegen die tijd dat ze die bioscoop slopen en zo. Dat is suikerfeest. Oh shit. En je moet blij zijn eigenlijk dat de Ramadan nu nog in de relatief koude maanden valt. Ja, want anders zijn die dagen zo lang. Ja, ook. Maar als dat in juni, juli of augustus is. Ja, dan gaat niet goed. Dan gaat de zon onder en dan gaat al dat jeugd gaat aan de straat op. Ja, zeg maar. Ja, maar we proberen het een beetje positief te houden. Wij hebben ook daarom nu een belafspraak met een expert. Ja, dat is hartstikke leuk. Die was ooit gelieerd aan Al-Qaeda. Wat niks met de islam te maken heeft. Daarna is hij overgelopen naar IS. Goeiedag, met Shabir. Ja, Shabir met Dennis Schouten. Allereerst namens Roddelpraat. Ramadan Mubarak. Dankjewel. Hoe gaat het? Gaat goed, gaat prima. Hoe gaat het met jullie? Ja, goed. Maar langjes zoals jou. Jij zit nu in de Ramadan. Ja, klopt. De tweede dag. Kun jij ons vertellen wat zo mooi is aan de Ramadan? Nou, Ramadan, zoals jullie misschien weten, is een van de 5 zuilen van de islam. Het is verplicht voor moslims om gedurende deze maand te vasten van zonsopgang tot zonsondergang. En de bedoeling erachter is dat wij dichter bij God komen. Dus godsbewustzijn, godsvrees ontwikkelen. En het gaat ook natuurlijk om je medemens, dat je de armen gaat helpen en meer aalmoezen gaat geven en meer aan hen gaat denken. Dus het heeft meerdere profijten ook qua gezondheid bijvoorbeeld. Ik ga ook lekker afvallen het, bijvoorbeeld tijdens deze maand. Ik ben volop aan het werk, fulltime. En daarnaast, het is een goede moment om jouw lichaam en geest te reset, detoxen, zeg maar. Hey, Shabir hier met Jan. Hey, maar heb je dan niet verschrikkelijke droge muil de hele dag? Nee, het valt mee. Je moet gewoon goed voorbereid zijn. Het gaat erom dat je per dag 2 liter vloeistof krijgt. Oh, dat doe je s'nachts gewoon? Ja, s'nachts of ochtends. Oké, okay. Andere vraag. Shabir, jij zit op de fiets. Je bent aan het fietsen en op dat moment begint het te regenen. Mag je dan je mond open doen dat het naar binnen regent? En dat je dan denkt, nou ja, kan ik er wat aan doen? Ik had gewoon per ongeluk mijn bek openstaan. Nee, dat mag niet. Want dat mag ook niet. Je kent precies jouw intentie en wat er in jouw hart is. Dus je kan niet spelen met God of hem voor de gek houden. Je moet gewoon niks eten, niks drinken en ook geen seks en niet roken. En gewoon je aan de regels houden, ja. Ja, geen seks is voor jou geen probleem, want je hebt geen meisje. Ja, ik ben nu getrouwd. Inmiddels ben ik getrouwd. Echt? Ja, in Afghanistan, ja. In Afghanistan? In Afghanistan. Wat leuk. En hoe heet ze? Ja, dat ga ik niet zeggen natuurlijk. Oh, heeft ze een burka? Nee, in Afghanistan moeten de vrouwen tot een zekere mate zich bedekken volgens de voorschriften van de Taliban. Maar het hoeft niet per se een burka te zijn. Oh. Gewoon een mondmasker dragen wat wij tijdens corona allemaal droegen. Zo. Oh ja. Vrouw hier in het westen ook, ja. Hey, maar waarom woon je daar dan niet met je meisje?
Ik wil die vrouw hierheen halen, daarom ben ik nu volop aan het werk. Jezus. Wij vinden dat we er al meer dan genoeg hebben, hoor. Dus het is wel goed zo. Hey. Ik vind dat we goede burgers nodig hebben, goede moslims die zich goed gedragen. Ja, goede moslims hebben we nodig, ja, dat klopt. Die hebben we wel nodig. Hey. Diegenen die rotzooi maken, die mogen wegvallen. Ja, precies. Nou, dan blijven we er niet zoveel over. Hey, Shabir, straks heb je Eid Mubarak. Dat is het suikerfeest, volgens OJ. En ga jij dan traditiegetrouw lekker de bioscoop slopen? Nee, ik ben niet van die tuigen die zulke dingen doet. Ik ben daar zwaar op tegen. Oh. Veroordeel zulke wandaden, ja. Ga jij dan wel koekjes eten? Ik ga niet te veel suiker eten, want zoals ik zei, ik ben van plan om af te vallen. Weet dat wel fijn is van een Afghaanse vrouw, dat ja, als jij dus niet bent afgevallen, dan doe je gewoon die burka een kwartslag draaien en dan ziet ze die dikke pens van je niet. Ja, maar jij hebt ook een dikke pens. Dat vindt sommige vrouwen dat totaal niet erg, toch? Nee. Het is niet per se onaantrekkelijk. Nou, dat vind ik fijn dat je dat zegt. Misschien moet ik ook eens kijken voor een meisje in Afghanistan. Een sixpack is beter. Laten we daarna streven samen. Een sixpack in Shabir. Nou, als je weer naar Afghanistan reist... Ja, daar is de Taliban nu de baas. Dus die vinden het waarschijnlijk niet leuk als ik meega... Je mag komen als toerist, is geen probleem, als je maar niet de wapens meeneemt. Nee, want ze houden niet van wapens daar, dat klopt wel. Dat Taliban niet. Van soldaten, zeg maar, niet van bezetters. Nee. Je mag gewoon als toerist komen. Oh, leuk. Ja. En is het dan ook mogelijk dat je bijvoorbeeld, een beetje aan de plaatselijke tradities kan voldoen? Een homo van een gebouw flikker of zo, weet je wel, dat je toch een beetje integreert? Niet? Ik woon inmiddels 26 jaar of meer in Nederland. Ik ben ingeburgerd en geïntegreerd. Ik vind zulke dingen ook niet kunnen. Oh, oké. Nou ja, hartstikke leuk. We hebben nou een foto van jou achter ons staan met een bazooka. Kun jij uitleg geven? Of... Ja, dat is lang geleden. Ik heb zelfs in 2015 bij Pau dat uitleg gegeven daarover. Het was een vakantiekiekje van 2013. Dus inmiddels meer dan 10 jaar geleden of 12, 13 jaar geleden. Ja, 11 jaar geleden om precies te zijn. Het is verleden tijd. Kijk, toen in die tijd was ik een beetje radicaal. Althans, zo ging de media mij portretteren, Pau News. En ik kikte ook een beetje op die aandacht, om heel eerlijk te zijn. Net als Dennis Honing en anderen. Maar inmiddels ben ik erachter gekomen dat het niet echt handig om zulke foto's te maken, want het wordt tegen jou gebruikt met werk en zo, wordt een beetje lastig. Het verleden, zeg maar, blijft jou achtervolgen. Dus inmiddels, ik ben gederadicaliseerd, ik doe rustig aan, ik ben getrouwd, ik werk hard, ik doe niet meer zulke dingen. Mooi! Ja. Oké. Nou, Shabir, bedankt. Kunnen wij dan op de achtergrond een foto van jou en jouw vrouw plaatsen? Niet mijn vrouw, alsjeblieft. Maar ook niet in burka, onherkenbaar, zeg maar. Onherkenbaar zou kunnen, maar ik wil liever niet dat zij lastiggevallen wordt of geëxposed wordt. Dus als jullie rekening houden met mijn van haar zou... Nee, dat wil ik wel doen. Nee, mijn rollenplaats is namelijk heel groot in Afghanistan. Ja. De hele Taliban zit altijd woensdag klaar om te kijken. Dat is wel waar. De bedoeling dat de stalkers krijgt, want iedereen die een beetje bekend is of de vrouw ervan, jullie weten, die wordt tegenwoordig kan lastiggevallen worden. Dat is leuk, zeg maar. Ja hoor, oké. Ik vind hem wel op een bepaalde manier wel wat leuker geworden, jij niet? Ja. Ik vind het lijkt me echt tof dat Shabir een keer te gast is. Ja, leuk. Ja, jou dan. Ja, mij ook. Ja? Ja. Dan gaan we regelen. Shabir Burhani. Brr. Hij heeft wel echt getrouwd in Afghanistan. Dan woon je. Ja, ik ben nu getrouwd met iemand in Afghanistan. Dan woon je in Nederland. Ja. Ben je al die ellende ben je vanaf? En dan ga je trouwen met een vrouw in Afghanistan. En als ze tegen ons zeggen, jij kan dan lekker op vakantie gaan. Ja, jij kunt daar ook gaan wonen. Ja, één stap over de grens en we hangen allebei nog galg. Maar hij is wel echt vriendelijk. Heel vriendelijk. Leuke kerel. Ja, totdat hij achter staat met een kromzwaard en haakt hij je kop eraf. Maar zo aan de telefoon is hij nog wel te doen. Ja, dan gaan we door naar Ronnie Flex. Ronnie Flex heeft op Threads gezet. Threads is een beetje het nieuwe Twitter voor de jeugd, hè? Nou, Threads is een beetje de nieuwe Twitter voor mij een beetje politiek correcte mensjes, toch? Zit jij er al op? Nee. Ik heb het heel even gedownload. Maar het is heel saai. Het is aan Instagram gekoppeld, hè? Ja, maar het is wel heel saai. Dus ik haak dan af. Het is ook niet echt kwaad. Nee, dan heb ik helemaal niks te zoeken. Ik wil dus echt graag een keer larpen. LARP, weet je wat dat is? LARPen? Ja. LARPen. LARP. LARPen. Nee.
live action roleplay. Dat is dat mensen in harnas. Ja. Meegaan en dan de middeleeuwen na. Ja, ja. In mijn leven, maar ik ken niet echt mensen uit die gemeenschap. Nee. En ik weet nog niet echt hoe ik kan aanhaken. Ja. Stuur me een berichtje als je me kan helpen aan wat informatie, please. Nou ja. Ja, nou ja, goed. Eigenlijk ging dit hele verhaal voor mij om de commands. En dan nu mensen, de commands. Come on, Saba. Kom zie, kom zie, kom zie. Ja, hè, want Ronnie wil dus gaan lopen. En lopen is dus eigenlijk dat je iets doet van vroeger wat nu niet meer is. En daarop reageert een zekere Dennis gewoon een keer. Zwarte Piet verkleedde dan. Ja, ik vond hem leuk. Dat is ook een soort van live roleplay. Ik vond die echt leuk. En dan gaan we Weet je wat je wel misschien kan doen, Ronnie Flex, als je wil larpen? Hmm? Is dat je bijvoorbeeld, ja, heel gek. Dat je dan doet alsof je een Surinaamse man bent die overal kinderen maakt, maar dan wel bij die vrouwen blijft en ervoor zorgt. Dat is misschien wel een keer leuk om te proberen. Ja, ja, zal nieuw zijn voor hem. Ja, daarom. Ook nog 45, gefeliciteerd met je ex-vrouw. Dankjewel. Ja, ze was jarig. Ja, ja. Ik heb haar voor eens gezien, ik heb je dochter gefeliciteerd. Nou, wat leuk. Ja, ja, is blijkbaar. Mooie vrouw eigenlijk. Ik moet heel eerlijk zeggen, je huidige vriend is jonger, maar het is wel een beetje hetzelfde type qua uiterlijk. Ja. Nee, maar dat is echt. Ja, maar is dat ja, echt? Ja, maar flikker toch wel, ga ik er niet over hebben. Ja. Flikker toch op, man. Ja, ik wel. Ja, nou ja, ik wens je veel plezier ermee. Sorry. Maar dan wordt het dan wel een heel vervelende monoloog. Ga het niet hebben over mijn ex-vrouw. Zo doe je het toch op. Heb je haar wel gefeliciteerd? Natuurlijk. Ik ben nog net een jongen. Krijg ze een cadeau of gewoon een maandelijkse bijdrage? Nou, van die alimentatie kan ze een prachtig cadeau voor zichzelf kopen. Dat is wel zo. Ja, ik dacht genees. Ik denk, gooi hem er even in. Ja, je hebt gelijk. Wil jij Jan nog feliciteren, OJ? Nee. Nee? Nee, ik vind dat geen felicitatie waard. Zo is het. Ja. En dan is het tijd voor de boodschappen. Ah, Reclameblok. Ja, ik zeg 2 april. Ja. Vinger in je bil. Wat is het 2 april? Ah, rot op met dat kutboek, hoor. Ben ik klaar mee. Ja, 2 april. De boekpresentatie. Dus de boek. Het is maar goed dat ik het niet zelf heb geschreven. De presentatie en dus, het boek. Ja, dus de boekpresentatie. Ja, heel goed. 2 april in Almere. Er zijn nog kaarten voor, want daar hebben we ook een Roddelpraat Live. Met Jan, met mij, met Baro, met Tukkertje en met Mr. Nightlife. En wie komt er nog meer? Want er zijn zoveel genodigden. Maar misschien denkt u, die presentatie, mama. Maar het boek, ja, ook te koop op. Oh. Het boek van Dennis Bussel. Met foto's. Met foto's. Met foto's? Ja, met foto's. Oh, leuk. Ja, nee, dat maakt het een stuk aantrekkelijker. Dat is zo aantrekkelijk. En zo'n mooi verhaal. Prachtig verhaal, echt. Ook van Dennis.nl. Maar dan hebben we nog kleding op roddelpraat.shop. Doneert u vooral even, als u hier nog bent, bent u een echte kijker. En dan wilt u ook graag die extra 5 euro per maand. En dan kunt u blijven genieten van dit programma, want we doen het verder voor niks. En dan onze vrienden van het afbouwcollectief.com. Die plaatsen nieuwe badkamers in maat vanaf 5000 euro. Latex spuiten niet voor 12, maar voor 8 euro per vierkante meter. Isoleren van buitengevels met subsidie. Oh ja, dat zit nu subsidie om. Dat zal dan. Vanaf 50 euro per vierkante meter. Een aanbouw. Al vanaf 950 euro per kubieke meter. En dakreparaties bij de kaars en compleet dak doen ze tegenwoordig ook. En dit is al een actie, maar stel nou, u vraagt een offerte aan. En u benoemt Roddelpraat erbij. 10% extra korting. Dennis, ben jij wel eens gebeld door een stemmenbedrijf die zei, Dennis, zou je voor ons ook radioreclames willen inspreken? Want dat klinkt allemaal zo leuk en vloeiend. Nee. En dan gaan we naar het warmtepompencollectief. Warmtepompen, hybride of elektrisch via het warmtepompencollectief.nl. Zij zoeken ook nog personeel, ja. Kan ook via die website. Want warmtepompen zorgen ervoor dat er minder gas wordt verbruikt. Elektrisch, helemaal zonder gas. Hybride, met gas. Ja. En bietje. Een elektra. Het scheelt in ieder geval heel veel gas en geld.
Ja, en er zit ook nog nu subsidie, subsidie op. Subsidie. Doe dat. Bekijk dat op het warmtepompencollectief.nl. En ik beloof u, de warmtepompen zijn nergens goedkoper. Zijn ze wel ergens goedkoper. Gaan zij toch onder die prijs zitten. Hartstikke idee. Kijk onder dat warmtepompencollectief.nl. En wil u toch nadenken over meer centjes in uw portemonnee? Dan kunt u ook zonnepanelen op het dak leggen bij Jan en Dennis zonenergie.nl. Ook voor airco's. Ja, heel goed gezegd, want dat schijnt weer wat aantrekkelijk. Ja, nee, ja, dat gaat weer lopen. Pleur gewoon die dingen op het dak, dan zou ik vertellen. Dan hou je zoveel poen over. Dan kan je misschien ook ons steunen op rollenpraat.bekbe.org. Ja, en dan zien we heel graag terug bij de extra, want we werken naar het einde toe. Ja, we werken even naar het einde toe. Werken naar het einde toe, ja. Ja, want als we dan toch bezig zijn, kunnen we net zo goed naar het einde toe werken. Zo is dat. We zien u heel graag terug morgen bij de extra. Of en of volgende week. Dan zijn wij hier en wellicht nog een verrassing. Wie weet, pak je broek en laat eens een scheet. Goed zo. Dank u wel. Fijne avond. Nou, scheet is misschien een beetje... Heel stom. Ja.